voldoening geeft, dat het echt voor de cliënt moet zijn dat ze blij zijn dat je er bent. Dat je gewoon een knuffel krijgt bij binnenkomt van, nou, we zijn er. Ik ben hiervoor bakker geweest en in de horeca gewerkt. En toen had een vriendin van mij van, je moet er de zorg in. En zij werkt al in de zorg binnen dichterbij. En toen dacht ik van, nee, weet je, dat is echt niks voor mij. En dat wordt het niet. Toen ben ik bij haar op de groep gaan kijken. En toen zat ik op de bank en er kwam echt een cliënt aangetijgerd. Die klom op schoot en die was wel eens aan het gebaren. Zo. En ik van, ja, ik denk dat ik daar wel kan. En zo is eigenlijk het balletje gaan rollen. En ben ik de zorg ingegaan. Ilse maakt Ilse Ilse doordat ze echt een eigen mening heeft, een eigen willetje en nee is nee. Nee, een hondje? Ja. Zij vindt het dan grappig om uit te dagen en expres gewoon de kont in de krip te gooien. Daar geniet ze van. Ik denk dat mijn specialiteit wel echt ligt in het klein denken, het levelen met de cliënt. Dat je je niet laat beperken door bepaalde omstandigheden, dat je altijd kijkt voor wat kan wel. Uiteindelijk is dat wel mijn kracht, denk ik. Ik vind dichterbij wel een fijne organisatie omdat er wel veel mogelijkheden zijn. Er zijn veel groeimogelijkheden, er zijn veel verschillende doelgroepen binnen dichterbij, waardoor je ook echt wel kan kijken waar je interesse liggen, waar jouw kracht ligt, zeg maar. Kijk eens rond binnen dichterbij wat er allemaal is en wat er mogelijk is. En dat vind ik binnen dichterbij wel fijn, dat je gewoon wel die mogelijkheden hebt om en te groeien en te kijken waar jouw kwaliteiten liggen. Dichterbij is Ilse. En ik. En ik. En ik. En ik. En jij? Thank you.